Meunier kan trappen en binnen. En Coutinho. Het zijn er 8. Dat is niet normaal. Het zijn er 8. Met de schaat en met de sknalt. Knap van Lukaku, dat blijft hij rustig. Lukaku gaat de 1-2 binnen knallen. Oh, het is gebeurd. Het mirakel is geschied. Dag iedereen, welkom bij de Champions Club. Voor de laatste keer dit seizoen gaan we vooruitblikken op de Champions League actie van deze week. En dat is nu natuurlijk de finale. Zaterdag 29 mei om 9 uur spelen Manchester City en Chelsea tegenover elkaar. City kan voor het eerst de Champions League winnen en Chelsea won voor het laatst in 2012. Vooruitblikken op die wedstrijd ga ik doen met de man die nu nog naast me zit hier in Everen. Maar over 2 dagen zit hij in Portugal, in Porto, in het Estádio do Dragão. Peter van den Bent, goeiedag. Hallo. Peter, eindelijk ga je weer reizen naar de Champions League. Ik denk dat dat voor jou wel een opluchting is. Je hebt het wel al voor Europa League matchen gedaan, voor de collega's van Sporza, maar ja, maar de Champions League. Niet veel hoor. Dus de laatste keer, denk ik, was toch ergens in eind oktober, begin november, was de wedstrijd van Standard in Lissabon, Benfica. Dat is de laatste keer dat ik in een stadion met mensen heb gezeten. En het is niet alleen reizen, maar het is ook een stadion met het publiek. Ja, absoluut. Hè. De Champions League match, de laatste die je hebt bezocht ter plaatse? Dortmund Club Brugge. Ja, met de auto. Met de auto en zonder publiek. Ja. Maar nu eindelijk nog eens de 2. Ja, het zal... Daar kijk je naar uit. Ja, daar kijk ik ongelooflijk naar uit. Het is, ik zou zeggen, de voorbode voor wat er hopelijk daarna aankomt. Het Europees kampioenschap. Ook ter plaatse in principe en met publiek. Nee, het is... Ik heb er geen geheim van gemaakt dat het een zware beproeving is geweest. Al die maanden lang. Begrijpelijk. Helemaal te volgen. Maar het is nu uiteindelijk Portugal geworden. Opnieuw, net zoals vorig jaar. Porto dit keer wel. En niet Istanbul. Verandert dat iets voor jou? Dat is vooral gemakkelijker om naartoe te gaan, denk ik. Het is minder moeilijk om er te geraken. Het is toch een reuze grote stad met een verkeersinfarct. Lange weg van de luchthaven naar de stad, naar het stadion. Dus wat dat betreft is het praktisch makkelijker, denk ik. En Turkije staat er ook niet zo best voor wat COVID betreft. Dus alles bij elkaar een verstandige beslissing. En ik weet, de Engelsen zijn in alle staten, ook vandaag las ik het nog in de kwaliteitskranten, dat het uiteindelijk niet Wembley is geworden, maar die Engelsen denken altijd dat zij alles bij zichzelf of bij hen beter kunnen organiseren. Centrum van de wereld, ja, 2 Engelse ploegen komen bij ons, iedereen naar hier, maar ze slagen er dan wel niet in om bijvoorbeeld voor het Europese kampioenschap uitzonderingsmaatregelen toe te staan. Dus nee, ik vind het is wat mij betreft altijd al net iets minder als de 2 ploegen van hetzelfde land zijn. Laat het dan ook nog een keer in Engeland zijn, ja, dan is het de cup final natuurlijk. Voor de supporters zou het wat makkelijker zijn geweest natuurlijk. Veel makkelijker inderdaad, maar zoals je weet hebben de 2 rijke eigenaars van City en van Chelsea de tickets, de reizen betaald voor de supporters. Dus wat dat betreft zijn ze een beetje gesponsord, maar ik begrijp natuurlijk wel dat het voor de fans makkelijker zou zijn geweest in Engeland, waar al test-events zijn geweest, waar ze misschien ook meer mensen in het stadion hadden kunnen toelaten. Ja. Waren er denk ik 20.000 voor de cupfinal. Nu zal het 16.000 zijn voor de Champions League finale, maar ik heb wel gehoord, gelezen ook, dat Chelsea bijvoorbeeld niet al zijn tickets heeft... Nee, ik heb het ook gelezen. Ze hebben er een stuk of 1000 teruggegeven. De grote klacht is dat het gewoon veel te duur is. Ik las dat het duurste ticket meer dan £500 kost. Ja, voor een wedstrijd kan nu ook zijn dat het misschien de package is, maar hoe dan ook. Wat we weten, finales van de Champions League, dat is altijd peperduur. Dat is bij wijze van spreken niet voor de gewone mond, tenzij je zich het eten uit de mond spaart. Ja, en de eigenaars die wilden alleen de reis sponsoren. Ja, zo heb ik dat ook begrepen. Dus het ticket niet. En vliegtuig en hotel of zoiets. Dus. Plus ook, denk ik dan toch maar, het gedoe. Hè. Niet iedereen is bereid om bijvoorbeeld in quarantaine te gaan als je terugkomt, want dat hoort er nog allemaal bij. Dus je moet er wel wat voor over hebben. En Engelse fans hebben er wat voor over, maar aan alles zijn grenzen, denk ik. Ja, absoluut. Gaan we nog ooit naar Istanbul, Peter? Want dat is nu wel al de 2e finale op rij. Wat hebben ze nu eigenlijk beslist? Is dat duidelijk? Ik denk dat het alweer opgeschoven is. Niet naar volgend jaar, maar het jaar nadien. Als ik dat goed heb begrepen, dat is nog een beetje hangende. Wacht, ik moet kijken. We zijn dan 22 is al toegewezen aan. Ik ben het vergeten. Was het in Rusland? Maar Sint-Petersburg, zo is het. En 23 kon dan. En dan schuift denk München dan op naar 24. Maar goed, dat heb ik onder voorbouw ergens. Het is een heel gedoe. Ergens gelezen. Je gaat samen Istanbul is een fantastische stad. Ja. Denk vooral niet dat ik niet graag naar Istanbul Je moet er alleen geraken. Integendeel. Maar voor het soort reizen dat wij maken in het kader van de Champions League, op en af
is het wel een beetje ingewikkeld. Veel van de stad zien we niet, hè? Dat is waar. Je gaat samen met Gert Vrijen, ook iets om naar uit te kijken. Ja, dat is meer dan een jaar geleden. De laatste keer dat wij samen in het buitenland zaten voor een voetbalwedstrijd in de Champions League, was die beruchte COVID-wedstrijd, zoals ze nadien is omgedoopt. Liverpool tegen Atletico Madrid. En dat was net voor de lockdown. Dus ergens, geweldige sfeer, maar ja. Het was fantastisch. We hebben ons daar geweldig mee geamuseerd. Het was ook nog een fantastische wedstrijd met verlenging en Llorente, Liverpool, dat er dan uitging. En na afloop wandelden wij opeengepakt, zoals dat gaat, aan dat stadion, door die smalle straten met de fans naar de auto die ons altijd naar Manchester brengt, want daar slapen we altijd aan de luchthaven. En ik moet toegeven, ik denk dat het Gert was toen we in de auto zaten, dat we zeiden, ja, misschien was het toch niet echt normaal wat we hier vandaag nog hebben gedaan. Want de dag nadien zou ik normaal doorvliegen naar Sevilla voor een terugwedstrijd in de Europa League. Of een heenwedstrijd, weet ik niet. Een terugwedstrijd zelfs geweest en tegen Roma. Maar dat is niet meer. Nee, het was het begin van een lange periode zonder voetbal in stadions en zonder publiek. Peter, wat is nu, we zijn hier toch onder ons, wat is nu eigenlijk de strafste anekdote die je met Gert hebt beleefd in de Champions League-verplaatsingen voor ons? De strafste anekdote is, zoals altijd, heel dom natuurlijk. Dus we zitten in een taxi, ik denk dat het in Milaan was, en Gert steekt zijn portefeuille in het zakje, het rugzakje van de zetel voor hem. En ik vertel hem het verhaal van in Kazachstan, waar we waren. Ja. En waar ik mijn paspoort, niet onbelangrijk als je in Kazachstan bent, bij een tripje dat we hadden gemaakt, de bergen in, hetzelfde had gedaan. En pas op de luchthaven, de dag dat we gingen vertrekken, ontdekte ik dat ik hem niet had. Dus ik zeg, dat is levensgevaarlijk, Gert, om je daarin te steken. Houd die in je zak, bevestigde, inderdaad, dom. Ja. Dus we stappen uit, de taxi rijdt weg en Gert zegt, godverdomme! Hij trekt een sprint. Echt? Zoals hij dat in zijn snelste en beste jaren bij Club Brugge nooit heeft gedaan. Ik zie hem sprinten, want ja, die was vertrokken. Maar dus, enfin, fenomenaal. En hij kreeg die taxi nog te pakken. Hij komt dus badend in het zweet en helemaal over zijn toeren, zoals alleen Gert over zijn toeren kan zijn, terug. En ik zei, Gert, we kunnen misschien gewoon bellen. Dus hebben de man gebeld. Dat kan tegenwoordig. Ja, hebben de man gebeld. Hij heeft een toertje gemaakt. Ja. Want hij zag zichzelf natuurlijk al eenzaam achterblijven. Ja, in Milaan, er zijn slechtere plaatsen om achter te blijven. Maar misschien moesten jullie nog naar een andere wedstrijd doorreizen. Ja, wellicht wel. Ja. En zelf heb ik een keer mijn telefoon laten liggen achter op de achterbank van een taxi, maar dat is ook niet zo moeilijk. Dan bel je jezelf. Ja. En dan is die man verbaasd. Er ligt ja, inderdaad. En dus de derde keer, denk ik, naar mij op. En dan heeft hij een toertje rechtsomkeer. Dat was alweer heb je dan extra moeten betalen? Nee, eigenlijk niet. Nee, vriendelijke man. Maar wellicht had hij mij al afgezet bij de rit zelf. Dan vond hij dat voldoende. Zoals dat in Italië wel een keer gebeurt. Ja, klopt. En dan doen ze een extra blokje, zeg maar. Maar goed, we zijn hier om over de Champions League finale te praten, Peter. Je werkt sinds 2012 voor Proxima Sports op het kampioenenbal. Je hebt, denk ik, op één na alle finales gedaan. Denk 15 niet, Barcelona-Juventus. Ja. Van die andere matchen, welke is je meeste bijgebleven? Want ze waren niet allemaal even spectaculair, hè? Maar ik zou bijna zeggen dat heel vaak de finale niet de apotheose is die je ervan verwacht. We hebben een paar geweldige seizoenen gehad de voorbije jaren met spectaculaire wedstrijden en remontadas en dolle scenario's. Maar ja, de finale was dan toch maar zo eigenlijk. En dat is wel heel vaak het geval geweest, moet ik zeggen. Dus heb ik dan toch maar, als ik er één moet uitkiezen, gekozen voor dan toch een spectaculaire spannende. Dat was in 2014 in Lissabon, die tussen Real en Atletico. Ja, we gaan luisteren naar een kort fragmentje van je commentaar. Toen een belangrijk doelpunt dat werd gemaakt in het slot van de wedstrijd, van de reguliere speeltijd. Modric de corner. Ramos en de gelijkmaker is er dan toch nog. 3 minuten in de toegevoegde tijd. Altijd weer Sergio Ramos. En de hele bank van Real sprint het veld op. Thibaut Courtois kon er niet bij. Het is toch nog een gelijkmaker van Real Madrid. En van Sergio Ramos. Ja, op een zucht van de Champions League eindzegen stonden ze Atletico Madrid. Maar toen was er de onvermijdelijke, je zei het al, altijd weer Sergio Ramos. Ja, die is er al die jaren later nog. Oké, nu niet meer. Wellicht geen contract verlengen. Maar ik vond dat op zich altijd wel een van de iconische figuren in dat hele Champions League verhaal. Waar Real Madrid natuurlijk gedomineerd heeft de voorbije jaren. Was Ramos toch een zeer bepalende factor. En ik herinner mij ook van die goal dat Zinedine Zidane, die toen op de bank zat, een sprint trok. Ook en daarmee
op de spelersvleeshoop ging liggen. Terwijl Ancelotti, ik zou zeggen, misschien een versnelling hoger schakelde in het kouwen. Meer bewoog hij niet. Het was natuurlijk jammer voor Thibaut Courtois, want hij had een prima wedstrijd gespeeld. En dichter is hij er nooit meer bij geweest. Een overwinning in de Champions League. Hij heeft moeten wachten. Heel lang moeten wachten. Nog altijd op nog een keer een plaats in de halve finale. En de finale komt er voorlopig nog niet van. Het is inderdaad opnieuw niet gelukt. En dan zijn ze Chelsea tegengekomen. Dan komen stilaan bij de ploegen die finale gaan spelen. Het is de derde All-English final. De vorige was ook niet fantastisch met Liverpool. Dat won van Tottenham. Zaten we natuurlijk al na 20 seconden met de 1-0 voorsprong. En oké, hoe je het ook draait of keert, het was een geweldige belevenis. Die wedstrijden met Tottenham, de terugwedstrijden altijd, dat was complete waanzin. Tegen Liverpool natuurlijk, maar ook tegen Ajax. Maar op zich was Tottenham natuurlijk niet goed genoeg om in de finale ook nog eens op niveau te presteren en weer werk te bieden. Dus ze hadden al overperformed eigenlijk om in die finale te geraken. Dus dat was alles bij elkaar. Oké, het was een mooi Origi-moment, uiteraard op het einde nog. Maar de finale zelf was toch ook weer net een stukje mee. Een beetje underwhelming, zouden ze in Engeland zeggen. Ja. Maar goed, laten we over City praten. Voor het eerst staan ze in de Champions League finale, Peter. Wat vind je van hun parcours? De groepsfase was niet al te moeilijk voor hen, hè? Nee, maar ze hebben dat klinisch goed gedaan, denk ik. Ze zijn eigenlijk op geen enkel moment in de problemen geweest. Zelfs onderweg zich niet moeten forceren, had ik de indruk. En vanaf nieuwjaar heeft Pep Guardiola voor een soort pragmatisch voetbal gekozen. Ze hebben maar 4 tegendoelpunten gehad in de hele campagne. Net als Chelsea overigens. Ik heb gelezen dat het van 2006 geleden is dat ploegen nog zo weinig doelpunten hebben tegengekregen. Ik weet niet of dat goed nieuws is voor de finale die eraan komt. Ik wou net vragen, Tuchel tegen Guardiola. We gaan de ploegen apart bespreken. We beginnen met City, maar algemeen over die finale. We kunnen, denk ik, vrezen dat het opnieuw geen spektakel stuk zal worden. In elk geval de wedstrijden die ik heb gezien de voorbije tijd die ze tegen elkaar hebben gespeeld, dat was niet om achterover van te vallen natuurlijk. Dat was snuffelen en tactisch en schuiven en dan de ene wat beter dan de andere, niet te veel doelpunten. Dus ik denk wel dat het opnieuw dat soort finale wordt. Maar City heeft op mij wel indruk gemaakt in de manier waarop het PSG eigenlijk heeft lam gelegd. Want ja, dat is de grote kracht van City geworden. Dat is het grote verschil met al die ploegen daarvoor van Pep Guardiola. Bayern München en ook het City van de voorbije jaren. Ze zijn ijzersterk in de verdediging. Natuurlijk dankzij de figuur van Ruben Dias. Maar ook de organisatie staat gewoon beter. En wat ze uitstekend hadden gedaan in die wedstrijd tegen PSG was natuurlijk de snelheid van Mbappé onder andere eruit gehaald. En ze hebben dat eigenlijk... Oké, de eerste helft van PSG was echt wel goed in de heenwedstrijd. Maar daarna was het met veel métier. En dat is de progressie die City heeft gemaakt. Dus het is een oververdiende finalist. Absoluut. Ze hebben in de knock-outfase trouwens al hun wedstrijden gewonnen met City. In die achtste, kwart en halve finale. Guardiola, het heeft er veel mee te maken, denk ik. Ja, iedereen zegt nu hij is rustig geworden, hij is zen geworden. Geloof je dat? Is dat zo? Ik lees dat ook overal. Ja. Ik zie dat toch niet altijd langs de lijn. Langs de lijn niet, hè? Op de persconferenties misschien meer. Het zou kunnen. Ja. Dus dat hij toch in een soort nieuwe fase van zijn leven is gekomen. Is ook de 50 gepasseerd nu zeker. Dat is al wel een keer een eikpunt. Dus dat zou kunnen. Maar ik kan mij toch niet voorstellen dat de adrenaline niet door de aderen pompt als je daar dan eindelijk weer staat. Niemand had toch gedacht toen hij op Wembley in 2011 met de beste ploeg van de wereld nog maar een keer de Champions League won, dat toch niemand gedacht dat uitgerekend Pep Guardiola, een van de allerbeste trainers van de wereld, die met de allerbeste clubs van de wereld mag werken, Bayern München, en City dan gemaakt tot een van de beste van de wereld, dat hij 10 jaar zou moeten wachten om nog een keer finale te kunnen spelen. En helaas zit hij er wel zelf voor veel tussen, moeten we toch zeggen. Ja, een paar keer uitgeschakeld wanneer het niet had gemogen. Dus ja, door zijn je hebt het al gezegd, Peter. Het had eigenlijk sneller gemoeten, hè, die finale plaats met City of met Bayern. Ja, met Bayern zeker. En het is dat spelers er later zijn op teruggekomen. Dat eens het moment daar was waarop het moest gebeuren in de halve finale, hij altijd op zoek ging naar iets speciaals. Deed hij ook nog tegen Lyon bijvoorbeeld. Herinner ons nog vorig jaar. Ineens zet hij zijn ploeg op, liet hij de Bruyne daar een helft aan de buitenkant spelen. Dus wat dat betreft, in al zijn genialiteit, die hem waarschijnlijk parten heeft gespeeld, zijn overthinking van de wedstrijd, dat heeft toch op een of andere manier zijn rol gespeeld. Maar ik herhaal wel nog een keer, ze hebben ook
in die verschillende jaren, City bedoel ik dan, in die verschillende jaren, beetje ongelooflijk pech, veel pech had natuurlijk. Dus dat moeten we er wel bij zeggen. Het had ook wel al eerder gekund, voor alle duidelijkheid. Al zijn finale haalt, Peter, die statistiek heb je ongetwijfeld wel gezien, dan wint hij meestal. Hè. 14 van de 15 die hij heeft gehaald, gewonnen. Ja. De enige was de Copa del Rey finale van 2011. Toen tegen het Real Madrid van Mourinho met Ronaldo die scoorde. Ja. Maar dat is wel, hoopgevend. Ja, het betekent niets, maar toch, 14 op 15. Ja, dat soort statistieken zegt meestal niet zoveel als dat dan vaak ook de Copa del Rey geweest is met Barcelona. Mm-hmm. Ja, die kan je dan wel vaker een keer winnen. De League Cup, dat was ook de heel League vaak. Cup, ja. En hoe je het ook draait of keert, City heeft natuurlijk wel de voorbije jaren ongelooflijk veel geïnvesteerd. Is een van de allerrijkste clubs, misschien wel de rijkste club ter wereld. Dus als je die investeringen, en de tegenstander doet dat natuurlijk ook, maar bijna toch niet in die mate, ja, dan is het uiteindelijk wel een logisch gevolg dat je in de finale terechtkomt. En dan mag je dus je onderweg niet laten uitschakelen door Monaco of door Lyon. En eigenlijk ook niet door Tottenham. Maar goed, wat ik zei, daar is wel vaak een flinke dosis pech mee gemoeid. Of onkunde, zoals tegen Lyon. De misser van Sterling, daar kan Pep Guardiola natuurlijk niets aan doen. Als Sterling die dat seizoen 500 goals had gemaakt van op de lijn, niet kan scoren in een leeg doel, ja, daar kan Pep natuurlijk niets aan doen. Hij heeft een contractverlenging gekregen half november. Dat verraste mij toen op dat moment. Dat is opmerkelijk. Wel, ja. Dat is hoe opmerkelijk. Heb jij dat beleefd? Ja, want dat ze stonden toen, het was maar op 3 punten van leider Leicester City. Toen, maar ze stonden draaide pas toch zeven. Ja, en het draaide niet. Nee, het draaide niet. En ze waren al geen kampioen geworden. En ze waren uitgeschakeld tegen Lyon. Dus wat dat betreft waren er toch signalen van Guardiola, het lijkt toch een beetje voorbij, kan zijn spelers niet meer raken, is op zoek. En dan dat wil dus zeggen dat de Sheikhs enorm vertrouwen hebben in Pep Guardiola. En als je kijkt hoe, laten we zeggen, vanaf december, waar hij dan toch een soort andere voetbal, ik heb het al gezegd, is gaan spelen. Wat minder ingewikkeld lijkt het ook te zijn. Wat minder fysiek, wat minder ingewikkelde passes, heb ik de indruk. En dus met die betere organisatie. Ja, als je dan ziet hoe hij zich daar weer heeft gerehabiliteerd en met die gigantische reeks aan wedstrijden. Ze hebben nu wel een paar keer verloren, dat weet ik wel. Maar goed, dat kan je niet. Het is ook vaak met experimentele elftallen geweest. Ze konden het zich permitteren. Ja, in een fase waarin de titel toch bijna binnen was. Dus dat moet je allemaal niet te veel in rekening brengen. Ja, dan heeft hij dat toch wel geweldig gedaan. Maar hoe je het ook draait of keert. Kampioen, League Cup en V-Cup. Hij moet de Champions League winnen. Het is het moment om het te doen. Hij moet de Champions League winnen. En ik denk dat hij liever een tegenstander had gehad die niet uit Londen komt en niet getraind wordt door Thomas Tuchel. Ja, want dat zal het toch complexer maken. Straks gaan we nog over Chelsea praten natuurlijk. Maar het zag er begin dit seizoen zeker niet naar uit dat Chelsea 3 prijzen zou pakken. Want dat kan dus nog altijd. De kampioen zijn ze al geworden. De League Cup hebben ze al gewonnen. City inderdaad. Is er een verklaring voor het mindere begin van het seizoen? Volgens Kevin De Bruyne wel. Nicolas Ney, die heeft met hem kunnen praten. Normaal gaan we altijd naar de Media Days, georganiseerd door de clubs. Maar nu moest dat ook weer digitaal verlopen. Maar het ging over die moeilijke eerste maanden van het seizoen voor Man City en Kevin had daar deze uitleg voor. Ten eerste zijn we minder begonnen omdat we geen vakantie hebben gehad. We hebben uiteindelijk 8 dagen vrij gehad en we zijn teruggekomen en de ploeg was gewoon mentaal en fysiek niet klaar. Dat is gewoon eerlijk. Ik denk zoals elke persoon heb je een break nodig en dat hebben we niet gehad. En de ploeg had gewoon moeilijkheden daarmee om 100% klaar te zijn. Ja, fysiek en mentaal niet klaar. Ja. Helemaal mee eens. Ja, dat is een zeer terechte opmerking van Kevin De Bruyne. Natuurlijk, die spelers zijn helemaal uitgeperst. En dan spelen we nog eens in een zeer veeleisende competitie waar geen enkele makkelijke wedstrijd is, zelfs niet tegen de laatste in het klassement. Dus dat je inderdaad dan moeilijk hebt om weer op gang te komen. Ja, natuurlijk. Dat is alle begrip daarvoor. Er werd dit seizoen ongeveer in de helft van de wedstrijden gespaard wanneer het kon. Guardiola heeft dat goed ingeschat, denk ik. Maar op de belangrijke momenten, en zeker in de knock-outfase van de Champions League, stond hij er wel altijd. De Bruyne durft hij schieten met links. Oh la 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 la. Durft hij schieten? Ja, uiteraard durft hij schieten. Kevin De Bruyne, wat een goal. Foden is vrij op links. Dan gaat het ook naartoe. Lopende mensen voor doel. Mahrez moest uitwijken. Daar is het doelpunt al. Kevin De Bruyne. Zinchenko, Kevin De Bruyne. Een hoge bal. En de goal. Kevin De Bruyne. Die valt er zomaar in. Voorzet trappen en door iedereen gemist. En Navas verrast. En daar is de gelijkmaker Kevin De Bruyne.
Ja, die laatste, Peter, was niet zijn mooiste natuurlijk. Maar hij heeft wel gescoord in de achtste finale, in de kwartfinale, in de halve finale. Dus ja, dan ben je heel erg belangrijk geweest voor je team. Maar hij is de beste speler van City, denk ik toch, zeggen we zonder chauvinisme. En Guardiola heeft dat uitstekend gedaan, het management van Kevin De Bruyne. Want wat hij zei, zonder vakantie erin gestapt, hij kloeg er ook vaak over. Wat aangeeft dat het ook in het hoofd minder fris zit. Dus dat is uitstekend management geweest, ook in de laatste weken nu van het kampioenschap. In de competitie, heeft hij heel weinig gespeeld, behalve dan in die laatste wedstrijd. Die, denk ik, Guardiola als een soort testcase voor de finale leek daar zijn beste ploeg op te stellen. Dus nee, De Bruyne heeft het uitstekend gedaan. En weet je wat mij frappeerde, Nicola, van de week, en ik denk dat het in The Guardian was, of in The Times, ben ik nu even kwijt, 15 specialisten, hun editors, hun journalisten en analisten, moesten de beste ploeg van, de beste speler, pardon, van dit seizoen kiezen in de Premier League. Wel, 2 op 15 zetten De Bruyne. 2 op 15. Maar heeft dat te maken met het feit dat hij minder vaak heeft gespeeld in de Premier League dit seizoen? Maar zijn cijfers zijn toch nog altijd hallucinant. Ja, als je de belangrijke wedstrijden beslist. En wie waren de jongens die wel... Maar een beetje van alle. Ruben Dias uiteraard, die door de journalisten ook verkozen is tot speler van het jaar, boven Kevin De Bruyne. En oké, wat we hebben gezien. Dias is de Van Dijk van City, dus alle begrip daarvoor. Maar dat je maar bij... En het was een beetje van alles. Het was Foden en noem maar op, allerlei spelers. Maar dan denk je, 2 op 15 Kevin De Bruyne, schatten wij dat dan eigenlijk verkeerd in? Want wij vinden hem toch in alle objectiviteit, zeg ik, de beste middenvelder van de wereld, bijna. Is het zo dat de mensen en Lounge, de journalisten... Stond er ook bij. Ja, is het zo dat we te veel gewoon worden wat hij doet? Want dat is vaak zo. Hè? Als je Messi elke week ziet scoren, op fantastische wijze, dan ga je er eigenlijk vanuit dat hij het telkens opnieuw zal doen. Ja, dat wordt zo'n beetje gezegd. Messi en Ronaldo, het zijn toch stilaan voorbij. En ze maken er nog altijd in de 30. Ja. Dus dat zal zeker meespelen. En hij wordt vaak met lof overladen, hè, Kevin De Bruyne. En ook na die wedstrijd tegen PSG was hij de man. En werd hij is een paar keer verkozen tot man van de wedstrijd. Ja, maar ik bedoel ook in Engelse media werd hij dan met lof overladen. Maar als er dan op aankomt, dan kijken ze toch. Ja, dan verkiezen ze toch Jordan Henderson bijvoorbeeld over Kevin De Bruyne. Ook een beetje dus, chauvinisme. Ja, daar heb ik mij dan toch vragen bij. Hoe heet de papa van Kevin De Bruyne, Peter? De Bruyne. De voornaam? Weet ik niet. Herwig. Ik vraag het je, Peter, omdat het vorige week een ideale gelegenheid was voor ons om eens op bezoek te gaan bij de papa. Ik kan me niet zozeer bezig met de familie. Je moet mij ook niet vragen naar namen van vrouwen en kinderen van de spelers. Nee, dat is ook niet het meest belangrijke. Maar het was wel interessant om bij hem langs te gaan vorige week. We hebben gepraat over de prille jeugd van Kevin. Het was bij het lokale ploegje, KV Drongen, opgegroeid daar natuurlijk in Drongen. Zijn ouderlijk huis staat er nog altijd. De papa woont er nog altijd. En hij vertelde mij een anekdote die toch wel illustratief was, denk ik, voor het sterke karakter en de drive van Kevin De Bruyne. Dan kwam een trainer van de Premium op een bepaald moment. Op Drongen werd een wedstrijd gespeeld met de Premium. Ja, Kevin deed regelmatig een keer mee, met oudere leeftijd. En achter die wedstrijd, toen komt een trainer van de Premium met mij. Ja, zegt hij, heb je al getekend voor Gent? Ik zei, we hebben nog niet getekend voor Gent. Oeh. Ik zei, wanneer? Ik zei, waarom toch? Ja, ik heb gezegd tegen Kevin dat hij volgend jaar niet bij de Duivekers moest spelen. Maar hij mag van deze keer doorschuiven naar de Premium. En hij gezegd, nee, ik kan naar Gent, want ze geven geen betere training. Dus ik zei, ja. Ik zei, toen zit hij zijn keuze gemaakt. Ik zei, dan gaat hij bij Gent. En hij wist dat niet. Ik zei, wanneer? Ja. Ik wist dat niet. Hè. Dus, en daarachter, ik zei, tegen hun trainer gezegd, ja, in Gent is het wel beter. Hè. De trainingen zijn beter en al. En hij mocht dan 3 keer gaan trainen in de week. Dus ja, dat was het voor hem. Ja, het beste dat hij kon hebben, als hij maar mocht voetballen. Hè. Ja, Peter, dat zegt eigenlijk denk ik alles over het karakter van Kevin. Hij was 6, 7 jaar en hij ging zelf aan de trainer gaan vertellen, ik vertrek, want er zijn betere trainingen in Gent, dus hier blijf ik niet. Ongelooflijk, maar het typeert hem wel inderdaad. Het is een sterk karakter, iemand die weet wat hij wil en weet wat hij nodig heeft om beter te worden. En hij heeft, denk ik, in Guardiola iemand gevonden met wie het ongelooflijk matcht. Want hij zou in plaats van die contractverlenging, en oké, hij verdient er natuurlijk ongelooflijk veel geld mee, maar hij zou ook kunnen zeggen, ik ga naar een ploeg met meer status, renommee, noem het zoals je wil. Wij denken altijd maar aan Real Madrid en Barcelona, die hem nu niet zullen kunnen betalen. Maar ik denk dat hij is daar belangrijk. Ik heb dan gelezen hoe hij
in die onderhandelingen aangetoond. Dat is onwaarschijnlijk door statistieken te verzamelen over zijn belang voor de ploeg. Dat is toch fantastisch gedaan? Dat is even overdacht als hij in zijn spel is. Dus ook daar geeft hij blijk van een bovenmatige intelligentie wat dat betreft. Dus dat typeert hem dan wel dat hij dat op 6 of 7 jaar al durft zeggen. En hij zal waarschijnlijk gelijk hebben, zoals vaak. Ja, ja, absoluut. Ja. En hij vertelde me nog iets, de papa, de juf in de zwemles, die had eigenlijk hem ook verteld van ja, Kevin die kan bijna zwemmen, maar je komt beter niet meer terug, want sinds hij begonnen is met de voetbaltraining interesseert het hem niet meer. Hij kan niks meer in het zwembad. Dus, ja, dat zou kunnen. Zijn focus op alleen voetbal. Het voetbal was zijn focus. Ja, ja. En die volledige reportage die is trouwens te zien in de voorbeschouwing op de finale zaterdag. Op de televisie natuurlijk. We hebben het gehad over Kevin De Bruyne, maar Phil Foden, hij werd door sommigen ook verkozen als man van het seizoen. Die heeft ook wel fantastische dingen laten zien en ook een fantastisch verhaal. Hij heeft zich ook geweldig ontwikkeld. Dat is de realiteit. Foden is toch een beetje de hoop van het Engelse voetbal. Als je kijkt wat Engeland tussen de lijnen kan brengen aan jeugdspelers, dan is dat geweldig natuurlijk. En hij is er één van. Een bepaalde wedstrijd liep het een beetje moeilijk. Het waren Engelstalige commentatoren, maar geen Engelse, denk ik. En De Bruyne had een moeilijke wedstrijd. Ik ben nu even vergeten tegen wie het was. En Foden kwam erin. Ja. En inderdaad, het wedstrijdbeeld veranderde wel een beetje. En ze waren net na de wissel bezig over de gouden bal. De gouden bal, dat dan de gouden bal. Dus ik dacht... Dat het over Kevin De Bruyne ging. Het over Foden. Ze waren over Foden. Ja, dat was misschien nog wat vroeg, hè? Ja, dat lijkt mij wel. Ja, maar tegelijkertijd wel een prachtig verhaal. Hè? Want toen Aguero, wat is het, een jaar of 8, 9 geleden, de goal maakte, die legendarische goal om City kampioen te maken, toen stond Foden blijkbaar achter de goal als ballenjongen. Gebeurt veel, hè? Ja. Gebeurt veel, hè? Maar echt wel nog in dit soort ploegen, waarbij inderdaad alles eigenlijk wordt bij elkaar gekocht, is het wel mooi dat hij een uniek geval is. Maar hij wordt ook, ik zou zeggen, niet gebruikt, maar in de positieve zin van het woord, wordt hij ook gebruikt om Manchester City te promoten. Hij is eigenlijk een beetje het uithangbord van City, omdat het een van de weinige, enfin de enige eigenlijk, local grown boy is, die vanuit de jeugd is opgeklommen. Een beetje het project rechtvaardigen misschien zelfs? Ja, maar goed, om de lokale verankering nog wat groter te maken, is dat ideaal natuurlijk. Hè? Dat is als zo'n jonge speler die opgroeit en inderdaad, wat je zegt, achter de goal stond en geleefd heeft en gevoetbald in de straten van Manchester, Greater Manchester, dan dat die dan kan opklimmen tot een van de sterren. Ja, dat helpt het project natuurlijk. Ja. Dat is wel goed voor het imago. Dus wat dat betreft heeft Foden wel een dubbele functie. En dus zal hij ook wel nog even aan boord worden gehouden waarschijnlijk. Maar ik kan mij voorstellen dat dat soort spelers, en zeker Engelsen, die gaan al weinig naar het buitenland. Ja, die gaat daar gewoon blijven, denk ik. Financieel zal het ook wel in orde komen. Ja. De laatste die we misschien moeten uitlichten, die belangrijk was in die laatste match in de knock-outfase, maar is toch ook wel. Het heeft zijn tijd geduurd, hè, voor hij zijn plaats heeft gevonden in dat elftal van City. Maar het was niet alleen in die laatste wedstrijd. Hij is gaandeweg belangrijker geworden. En je zag ook ik zoek een andere speler die vaak wel in het elftal stond. Bernardo Silva? Nee. Als het belangrijke wedstrijden waren, laat ik het zo zeggen, dan koos hij toch vaak voor Mahrez. En als je kijkt welk parcours die heeft afgelegd, een paar jaar geleden, hij en Kanté. Het is dat ik het nu pas heb gelezen. Die spelen allebei in de lagere Franse reeksen. Absoluut. Waren niet opgemerkt in de Parijse banlieues, waar ze allebei zijn opgegroeid. Zo op een minuut of 10 van elkaar met de RER, heb ik dan gelezen. En zijn eigenlijk samen gescout op een wedstrijd. En dan de een is wat sneller gekomen dan de andere. En dan via Leicester opgeklommen. Het is een fantastisch verhaal, maar het is ook een geweldige voetballer, vind ik. En de manier waarop hij die wedstrijd beslist, uitgerekend dan nog tegen PSG. PSG heeft er wel iets mee met Parijs. Ja. Coman deed dan ook de das om. Ja, natuurlijk. Parijs is vrij groot natuurlijk. Je kunt ze niet allemaal. En er zijn vrij veel voetballers. Dus dat je er een keer één laat schieten, dat kan je toch niet kwalijk nemen, denk ik. Maar het moet wel een soort wake-up call zijn. Om niet alleen maar naar de grote sterren in Europa te kijken, maar ook eens in de achtertuin. Ja, want die hebben soms wat meer tijd nodig, maar kunnen ook wel heel erg goeie... Als je een elftal samenstelt met jonge spelers die bij PSG hadden kunnen voetballen, omdat ze namelijk om de hoek woonden,
Ja, dan kan je de Champions League mee winnen. Ja, dat zullen ze toch niet graag horen. Want ja, ze hebben er opnieuw naast gegrepen dit seizoen, PSG. Zij staan niet in de finale, maar Chelsea wel. We gaan het ook over Chelsea hebben. En daarvoor hebben we een extra invité gevraagd. Een man die zelf bij Chelsea heeft gespeeld. En ik denk dat hij daar wel enige interessante dingen over te vertellen heeft. Boudewijn Zende, goeiedag. Goedemiddag. Dag Boudewijn, hoe gaat het met jou? Mij gaat uitstekend, dankjewel. Chelsea, dat is even geleden voor jou natuurlijk. 2001 tot 2003. Ja, en later even assistent-trainer geweest onder Benitez. Juist, ja. Je periode als speler, wat heb je daarvan onthouden? Wat was daar het leukste dat je hebt meegemaakt? Nou ja, het leukste was ook meteen het minst leuke. Een FA Cup finale verloren van Arsenal. FA Cup finale is natuurlijk in Engeland een echte hoofdprijs. Alleen, dat is alleen maar een hoofdprijs als je hem wint. Dus dat is het mindere. Aan de andere kant heb ik ook bij Chelsea met hele grote spelers gespeeld. En helaas was het in die periode onder Ranieri, was het niet aan ons om uiteindelijk mee te doen om de titel. We zaten wel bij de eerste vier. Alleen de afstand naar één was te veel. En eigenlijk kwam toen ook het omslagmoment. Het was Abramovic die binnenkwam. En toen veranderde het toch een hele hoop binnen de club. En dat betekende ook voor mij op een gegeven moment dat ik zei van nou, ik ga kijken elders voor regulier voetbal. En toen ben ik eigenlijk de club verlaten. En ik ben later teruggekomen als assistent-trainer van Benitez. Ja. En toen heb ik ook de club gezien in een andere dimensie, in een ander formaat, waar alles tot in de puntjes verzorgd was. Op die manier hebben we nog de Europa League gewonnen tegen Benfica in Amsterdam. Ja, en de Champions League in 2012 ook al gewonnen natuurlijk. Heb je nog veel contact met spelers waarmee je toen hebt samengespeeld? Ik heb nog wel wat contact. Meestal gaat het nu natuurlijk via social media. Een aantal spelers, ik noem iemand Mario Melchiot, heb ik nog wel geregeld contact mee, de Nederlandse rechtsback. Mikael Forsell, de Finse spits. En natuurlijk types als Lampard en John Terry waren eigenlijk in die tijd de spelers die net doorbraken bij Chelsea. En uiteindelijk natuurlijk met Chelsea alles gewonnen hebben wat ze konden winnen. Ja, Lampard die heeft natuurlijk de groepsfase nog meegemaakt, ook als trainer van Chelsea dit seizoen. Ja. Hoe heb je zijn ontslag ingeschat en in de periode daarna dan? Nou, ik denk wel dat het te verwachten was. En wat bedoel ik daarmee te verwachten bij Chelsea? Je moet zo zien, Lampard is natuurlijk tot op de dag van vandaag een legend voor de club. Dus hij heeft ook wat meer krediet gekregen, als je dat zo mag noemen. Hij had een hele moeilijke taak, omdat Chelsea op dat moment via Financial Fair Play niks mocht kopen. Hij is de trainer geweest die eigenlijk alle jeugdspelers de kans heeft gegeven. Misschien wel noodgedwongen, maar hij heeft het wel gedaan. Dan zie je dat een jongen als bijvoorbeeld Mason Mount, die eerder gehad heeft op huurbasis bij Derby County, dat die heeft zien doorgroeien. Nou, tot op de dag van vandaag is hij een van de smaakmakers. Eigenlijk ook een speler die vanuit Londen, de onder-8 of de onder-9 is doorgegroeid tot in het eerste elftal. Dus dat is hetzelfde voorbeeld wat je net aanhaalde over Foden. Ja. Een speler die toch eigenlijk een beetje het tegendeel bewijst dat die clubs alleen maar kopen. Dan moet ik wel zeggen, inderdaad, als Chelsea nooit die belemmering gehad had, had Mount dan ooit de kans gekregen om zich te bewijzen bij Chelsea. Dus het is alleen maar positief geweest. Je hebt hem ook al aan het werk gezien in Nederland zelf, hè, Boudewijn. Hij is bij Vitesse komen spelen en heeft daar ook veel indruk gemaakt. Hij was op huurbasis bij Vitesse. En ik weet dat wij bij PSV nog geprobeerd hebben om hem ook te huren. Maar toen zat hij inmiddels alweer bij Derby County in Engeland. En nogmaals, toen ging Lampard naar Chelsea toe en uiteindelijk is hij ook bij Chelsea is hij toen aangesloten. Dus dat was voor ons niet meer haalbaar. Dus het geeft al aan dat die bij ons ook op de kaart was. Hij maakt voor Chelsea het verschil. Maar nogmaals, op een gegeven moment waren de resultaten iets minder. En dan weet je dat het bij Chelsea heel snel over kan zijn. En dat er een nieuwe trainer voor de groep staat. En uiteindelijk is Tuchel gekomen. En het grootste verschil met Lampard, althans qua resultaten, is dat ze sinds de aanstelling van Tuchel hebben ze ontzettend weinig doelpunten tegengekregen. Hij heeft gezorgd voor een veel sterker defensief blok. En ze hebben natuurlijk wel de kwaliteiten voorop om uiteindelijk een wedstrijd te winnen.
Vond jij, Peter, het ontslag van Lampard op dat moment logisch? Want Boudewijn zegt, ze zijn bij Chelsea vaak heel streng. Dat is ook wel zo. Ja, maar ik heb natuurlijk niet de interne keuken van Chelsea, voor alle duidelijkheid. Maar het probleem was, vorig jaar moest niets bij Chelsea. Omdat ze inderdaad geen geld hadden, al die jonge spelers. En dan was er natuurlijk enorm veel krediet, ook van het publiek, om met dat sympathieke jonge elftal, dat goed voetbalde, vond ik, onder Frank Lampard. Dat heeft hij er toch ingebracht. Chelsea was een aantrekkelijke ploeg. Ik heb het al vaak gezegd, ik ontdekte die op de Europese Supercup, in Istanbul overigens, tegen Liverpool met veel jonge spelers. Maar dan kwam daar de druk van het presteren opnieuw bij, omdat Abramovic heeft toch 220 miljoen geïnvesteerd in de zomer. En ja, dan is natuurlijk dat soort resultaten niet goed genoeg meer. En dan doet Abramovic wat hij altijd doet de voorbije 10 jaar. Ik denk dat er 15 coaches of zo zijn gesneuveld. Ik zeg het nu even uit het blote hoofd. Dan zet hij zijn trainer aan de deur. En of dat dan een icoon is van Chelsea of niet, dan gebeurt dat. En ik denk dat Lampard was een van de spelers die dat ook zei. Misschien dan toch nog niet als trainer klaar genoeg was om trainer te zijn van het Chelsea, zoals Abramovic dat voor ogen heeft, namelijk een club die moet presteren, die kampioen van Engeland wordt, want dat was eigenlijk de ambitie bij de start van het seizoen, en de Champions League wint. En dat Thomas Tuchel dan toch in zijn ontwikkeling veel verder staat dan Frank Lampard. Dus wat dat betreft was het denk ik niet onlogisch. Eén, omdat Abramovic dat helemaal altijd doet, maar ook één, omdat het verwachtingspatroon veel hoger lag dan vorig jaar. Boudewijn, er zijn veel mensen die zeggen, ja, we zien parallellen tussen 2012 en 2014, toen eigenlijk een Europese prijs werd gepakt, Europa League en Champions League, toen er een trainerswissel was tijdens het seizoen. Zie jij dat ook op die manier? Nou, nee, ik denk de parallel. Je kunt die parallel wel trekken, maar zover ik me kan herinneren, in 2012 heeft Chelsea ontzettend veel geluk gehad om uiteindelijk die Champions League te winnen. En tuurlijk moet je onderweg wat geluk hebben. Ik vind dat ze dit jaar minder geluk hebben gehad, maar gewoon beter gespeeld hebben. Ze hebben natuurlijk in die weg naar de finale hebben ze toch, wat was de Atletico Madrid, Porto en Real Madrid verslagen. En niet omdat ze mazzel hebben gehad, niet omdat ze toevallig een keer met 1-0 wonnen, maar ze hebben gewoon echt heel sterk gespeeld, heel weinig weggegeven, ontzettend weinig kansen weggeven en uiteindelijk ook zelf nog heel veel gecreëerd. Dus ik denk wel dat je die twee seizoenen niet met elkaar kunt vergelijken. Behalve dan dat er een trainerswissel geweest is. Ja, en ook die keer dat ze verloren in Moskou in 2008, hadden ze ook een trainerswissel. Weet je wie daar de trainer was? Niet meer eigenlijk. Ja, ik had mij voorstellen. Avram Grant. Absoluut. Was toen trainer en daar verloren ze. Oh, ja, die had hem ook gewonnen als John Terry niet was uitgegleden en zijn beslissende penalty tegen de paal trapt. Hadden ze zomaar gewonnen met Avram Grant. Dus nu met Tuchel is wat anders. Het zijn eigenlijk alles bij elkaar, bescheiden, in dat geval zeer onbekende coaches, die hen helemaal tot aan de finale. De drempel van de hemel. Die Matteo, eigenlijk hetzelfde verhaal, ja. In de knock-outfase heeft Chelsea Atletico uitgeschakeld, Porto uitgeschakeld en ook Real Madrid. En het was een man die net al is vernoemd, Mason Mount, die daar de bevrijdende 2-0 maakte in die halve finale, in de return. Kijk, hier zit wel in. Rechts is Pulisic. En nu voorbij Courtois of niet? Een schijnbeweging en dan voorbrengen. Jawel. En daar is de beslissing. Het is toch weer Mason Mount die hem erin trapt. 2-0. Het was geen fantastische wedstrijd, die terugmatch, want de spanning is er niet meer geweest. Nee, dat is waar. Dus ik zeg het, we hebben dit seizoen weinig beklijvende wedstrijden gehad. Spannend. Veel minder dan de vorige seizoen. En ik vind Chelsea een van de frisse geluiden. Heeft me echt kunnen bekoren, Chelsea, op verschillende manieren. Ze kunnen ook lelijke wedstrijden spelen. Maar Mason Mount is wel de ontdekking van het Europese seizoen voor mij. Ook in de Premier League had een mindere wedstrijd in de FA Cup Final. Had hij het moeilijk. Leek dat al zijn frisheid een beetje kwijt was. Maar in die beslissende wedstrijd tegen Leicester dan de Premier League was hij wel weer alom tegenwoordig. Dus zijn arsenaal is geweldig en wat dat betreft ligt hij voor mij een beetje in de balans met Kevin De Bruyne, die verder staat in zijn ontwikkeling. Maar hij heeft twee goede voeten, beweegt goed, werkt hard, heeft een geweldige vista en heeft scorend vermogen. Dus ja, ik ben er helemaal wild van deze maand. Ja, Boudewijn, jij bent ook fan, heb je net al gezegd. Ze hebben natuurlijk nog offensieve jongens lopen met veel talent. Met Havertz, met Pulisic bijvoorbeeld. Alleen ja, is daar nog altijd de kritiek. Ze scoren niet genoeg, ze zijn niet efficiënt voor de goal. Werner bijvoorbeeld ook. Ja, nee, en hetzelfde geldt natuurlijk voor Ziyech. Ik denk dat dat op zich Chelsea voorop genoeg keus heeft. Want we hebben natuurlijk ook nog Giroud rondlopen.
die ook altijd goed is voor een goal. Maar ik heb ook het idee dat hij nog niet echt weet wat nou de beste drie spelers zijn die hij voorop kan laten spelen. Welke chemie, welke automatismen werken het beste? Ik ben wel uiteraard eens dat ik, buiten het feit dat ik fan ben van Mount. Mount is waarschijnlijk de eerste die je sowieso op het formulier te zet. Ja. Ook volledig mee eens dat De Bruyne natuurlijk vele malen verder is dan dat Mount op het moment is. Maar je ziet wel glimpsen dat hij die kant op kan gaan. Alleen ja, welke combinatie werkt nou het beste? Werner is met zijn snelheid wel een speler die je continu kunt wegsturen. Nou, als je daar dan achter hebt een speler als bijvoorbeeld Ziyech of sowieso Mount. Maar zelfs een Pulisic. Die moet in staat zijn om Werner weg te sturen. Alleen Werner heeft heel veel kansen nodig. Hij heeft zelf laatst aangegeven dat het waarschijnlijk zijn meest ongelukkige seizoen is ooit. Dat hij zich niet kan herinneren dat hij zoveel kansen heeft gemist. Zoveel momenten heeft laten lopen. Want hij heeft echt heel veel kansen gemist. En ja, dat zijn dingen die gaan toch een beetje tussen de oren werken. Ik zou bijna zeggen, bij Liverpool heb je een hele tijd gehad natuurlijk dat Salah elke kans die hij kreeg scoorde. Maar dat geldde ook een klein beetje voor Mané. Alleen Mané heeft uiteindelijk heel veel kansen nodig gehad om een goal te maken. Dat gevoel krijg je een klein beetje ook met Werner. Dus de combinatie voorop is nog wel een vraagteken. Maar wat wel interessant is natuurlijk voor beide teams. Misschien dat Peter wat dat betreft ook met me eens is. City is natuurlijk het team wat heel graag op balbezit speelt. En voor Chelsea hoeft dat niet per se. Chelsea wil ook wel graag vanuit de counter scoren. Dus je zou bijna zeggen dat deze wedstrijd, we hebben hem al eerder gezien in het seizoen. Chelsea wist een keer te winnen met 2-1 en ook een keer te verliezen met 1-3. En volgens mij ook nog die FA Cup won uiteindelijk Chelsea in de halve finale. Ja. Ja, ja. Maar het ligt heel dicht bij elkaar, ook omdat het een beetje in elkaar past. Wat ik wil zeggen is dat Chelsea vindt het wel goed dat City het balbezit heeft en probeert op die manier iets te forceren. Alleen dan is Chelsea degene die dus op de counter met de diepgang van bijvoorbeeld een Werner kan toeslaan, zoals ze dat ook hebben gedaan in die FA Cup halve finale. Dus ja, het wordt wel interessant hoe ze dat nu gaan wegzetten. Voor hetzelfde geld zegt, we hadden het erover gehad dat Guardiola ook wel in staat is om iets nieuws te verzinnen voor zo'n finale. Dan misschien gaat hij wel zeggen van, laat Chelsea maar eens even de bal hebben. Kijk hoe zij daarmee omgaan. Omdat ook City op een counter heel gevaarlijk kan zijn. Nou, wat denk jij ervan, Peter? Want ja, omdat, Chelsea tegen Real Madrid, die 2-0, dat was met 30% balbezit. Dat ze die terugmatch hebben gewonnen. Ja, zeker. Maar Guardiola heeft intussen ook al getoond dat hij zich niet laat vangen. We hebben het gehad over de snelheid van PSG. Hè. Inderdaad, ja, de lopende Werner is een van de grote kwaliteiten. Dus die hebben ze er perfect uitgehaald. Dus City, ik herinner mij een wedstrijd. Ik denk, ik moet even nadenken met al die wedstrijden. Maar daar stond City dus geparkeerd aan de eigen rechthoek te verdedigen. Dat wij opmerkten van, dat hebben we in lengte van jaar niet gezien van een elftal van Pep Guardiola. Dus ja, hij heeft zijn naïviteit afgegooid. En ik denk dat voor Guardiola, terecht, er maar één ding telt. En dat is deze finale winnen. En op het einde van de wedstrijd in voor de reguliere competitie, waar City eigenlijk kampioen kon worden tegen Chelsea, waar ze dan uiteindelijk verloren, zag je dat in de tweede helft Chelsea gewoon de betere ploeg was en toch weer kwam met dat balbezit. Maar wat Boudewijn inderdaad zegt. Vooraan heeft Tuchel de juiste afstelling nog niet gevonden, omdat de individuele spelers zeer wisselvallig presteren. Neem nu Havertz. Die was in die terugwedstrijd tegen Real, vond ik, outstanding. Zat ineens alles in zijn spel. De volgende wedstrijd, een paar wedstrijden later, FA Cup Final, ja, was hij onbestaande. Dus dat soort wisselvalligheid heeft hij nog altijd. En ja, Werner blijft toch een enigma. Als je zijn statistieken bekijkt bij Leipzig, is het eigenlijk onverklaarbaar. Maar Tuchel blijft hem wel altijd stevast opstellen. De anderen verhuizen vaak naar de bank. Havertz, zelfs Pulisic zit af en toe op de bank. Dus hij beseft wel, zonder zijn doelpunten, hoe belangrijk Werner is in het... Met zijn beweging, met zijn diepgang. Met zijn diepgang, het uitwijken naar links, met assists, met voortdurend op de rand spelen. Hij is de koning van de offside posities in de Premier League ongeveer. En er kan één moment komen waarop er een klein beetje meeval is.
En dat hij ineens toch een paar doelpunten maakt. Ik heb ook vastgesteld de voorbije weken, er zijn belachelijk veel doelpunten afgekeurd van Chelsea. Twee tegen City, tegen Leicester een keer twee, een keer één. Dit weekend nog tegen Aston Villa. Nog een doelpunt afgekeurd. Dus het is altijd op de... Overigens terecht allemaal afgekeurd. Maar ze spelen altijd wel op de rand. Maar dat gebrek aan offensieve stootkracht kan wel een beetje een probleem worden. Want in het begin, de eerste maanden onder Tuchel, de nul houden was... Bijna altijd 18 keer op 24, denk ik. Ik denk 11 op 15 in de Premier League. Maar de laatste 5 duels geen enkele keer meer. En 3 van die 5 duels zijn ook verloren gegaan. Want ze kunnen er meestal maar 1 maken. Als je de nul houdt, is dat geen probleem. Maar als je er 1 of 2 binnenkrijgt, dan win je niet meer. Nou, dus die defensieve onverzettelijkheid, dat was nu net een klein beetje minder. Ja. En het lijkt inderdaad alsof die balans natuurlijk een beetje weg is. Ja, maar ik ben het ook eens met, op het moment dat jij natuurlijk spelers hebt die de diepte zoeken achter de laatste linie, is dat natuurlijk supergevaarlijk. Maar ook omdat je spelers hebt die achter de laatste linie lopen, betekent dus ook dat de laatste linie van de verdedigende ploeg, die loopt ook naar achter. En dat creëert altijd weer wat ruimte tussen de linies. Dus als je geen spelers hebt die achter de laatste linie duiken, dan blijft eigenlijk de tegenstander kan compact blijven spelen. Ja. Dat is natuurlijk wat je met Werner altijd wel hebt. Havertz die heeft in 19 Champions League matchen ook nog altijd niet gescoord. Dat is ook opvallend, want in de Europa League lukte dat wel. En Ziyech die was bijvoorbeeld wel bepalend in de halve finale van de FA Cup met de winning goal toen tegen City. Maar veel spelen doet hij inderdaad niet. Nicolas Nedy heeft met hem kunnen praten op de Media Day van Chelsea. We gaan eens luisteren. Ja, het is een wisselvallig seizoen voor mij natuurlijk. Maar natuurlijk ook met het aanpassen en natuurlijk al heel snel ook weer een andere trainer. Maar over het algemeen, in die moeilijke periodes leer je ook heel veel. En weet je, dat is nu de fase waar ik een beetje doorheen ga. En met de volste vertrouwen, als dit allemaal achter de rug is, kijk ik natuurlijk weer naar volgend seizoen. Ja, Kim Ziyech, die praat over die moeilijke periode, moeilijk seizoen. Boudewijn, had jij dit verwacht dat hij bij Chelsea zijn basisplaats zou verliezen? Hij heeft natuurlijk die overstap gemaakt van Ajax naar Chelsea. Hij is gehaald door Lampard. Hij speelde bij Ajax natuurlijk altijd op balbezit, altijd op de helft van de tegenstander. Bij Chelsea is het een totaal ander soort voetbal geworden. Het is een ander voetbal van hem verwacht, ook veel dynamischer. Hij is niet de meest fysieke speler. Dus het feit dat hij een aanpassingsperiode nodig had, is logisch. Vervolgens komt er een nieuwe trainer. Die verwacht nog veel meer van hem. Met name natuurlijk ook in het defensieve deel. Dus voor hem om die balans te vinden en ook om dat fysiek te brengen, is natuurlijk niet makkelijk. In de beginperiode, zelfs onder Lampard nog, heeft hij een aantal blessures gehad. Dat hoort allemaal bij, denk ik, zo'n transitieperiode. Je eerste jaar, denk ik niet dat je iemand op moet afschrijven. Maar goed, op een gegeven moment weet je dat als je voor veel geld gehaald bent en op een gegeven moment als je weet dat er dingen van je verwacht worden, moet je dat gaan leveren. Hij heeft een mazzel gehad, tussen haakjes, dat hij in die FA Cup finale bijvoorbeeld, of halve finale, uiteindelijk de goals maakt. Dat was echt ook een kantelmoment of hij überhaupt nog een kans zou krijgen of helemaal aan de kant zou blijven. Dus hij heeft zich op die manier weer een klein beetje in de picture gespeeld. Maar het is nog altijd niet de Ziyech die we voorheen bij Ajax gezien hebben. Dan kun je zeggen, maar hij heeft het ook laten zien bij Ajax in de Champions League. Ja, dat klopt. Of in de Europa League. Ja, dat klopt. Alleen, dan heb je nog altijd te maken met een ander soort voetbal. En dat hij het fysiek uiteindelijk wel kan brengen in Europees verband, is misschien iets logischer nog dan in de Premier League. Omdat het daar nog net iets fysieker aan toe gaat. Dus ergens is het allemaal logisch, maar het kan niet te lang duren. Als hij zijn tweede seizoen nog steeds geen stempel kan drukken op het team en niet die vaste waarde kan worden. Ik denk dat je dan een oordeel mag hebben. Alleen nu nog niet. Ja, en ook een veranderde status tegenover Ajax. Hè? Bij Ajax was hij de grote vedette, de assistenkoning elk jaar opnieuw. De man over wie, bij wijze van spreken, elke aanval van Ajax verliep. En nu, dat is inderdaad zeker zo. Peter, nu kom je in een elftal waar je maar één van de jongens bent. Je bent één van de velen. Ja, en als je niet goed genoeg bent, zit je de week nadien op de bank. Ja. Dus ook dat kan ik me voorstellen. Want zoals hij daar zat, moet ik wel zeggen dat hij niet de indruk gaf van dat hij in Porto eens even alles kapot
ging spelen. Onderschat natuurlijk niet. Ja, die mannen hebben veel mediaverplichtingen. Oké, okay, dus waren de laatste in de rij misschien. We weten het niet. Maar in elk geval, het is wel zo dat Chelsea dus de laatste twee onderlinge confrontaties tegen City heeft gewonnen. En daar werd natuurlijk ook een vraag over gesteld aan de trainer van Chelsea, Thomas Tuchel, op de persconferentie deze week. We are aware of it, that we closed the gap to Man City for two games. And we did it in a very short period of time. And it's not so long ago. And we know that in a final, anything can happen, especially in a final, everything can happen in all directions. Luck is a huge part, the mental approach to it, who can handle the pressure and the little details, who can release the pressure better, who has like the first positive moments maybe in a match, and then to adapt constantly on what happens is very, very important. De laatste twee onderlinge duels gewonnen, Peter. Ja, maar dat waren toch twee verschillende duels. Ik heb de ploegen hier bij mij nog even liggen. Dus in de wedstrijd voor de Premier League waren het niet de sterkste elftallen van geen van de twee kanten eigenlijk. Terwijl in die FA Cup halve finale wel natuurlijk. Daar deed De Bruyne mee, Fernandinho. Want in de competitie speelde Aguero, dat soort dingen. Maar dat was eigenlijk aan de twee kanten. En in die wedstrijd voor de Premier League is het natuurlijk 1-0. En Aguero haalt het in zijn hoofd om een Panenka-penalty te proberen die men die dan kon pakken. Anders is het 2-0. Heb je misschien toch weer een andere wedstrijd. Maar wat ik wel zei, Chelsea werd wel de betere ploeg. En die winning goal op het einde, die kwam niet uit de lucht vallen. Je had wel de indruk van ze kwamen gelijk en ze gingen op zoek naar meer. En je krijgt een ander gegeven zaterdag. Eén wedstrijd, finale, de grootste wedstrijd, club elftallen ter wereld elk jaar. Dus dat speelt maar ten dele mee. Alleen voor het vertrouwen van een elftal in een kleedkamer, van Chelsea in dit geval, speelt dat toch zijn rol. Tuchel kan wel zeggen aan zijn jongens, hey, we hebben het al gedaan. We kunnen het. Oké, ze zijn misschien groter, hebben misschien meer kwaliteit. Zijn kampioen geworden met een straatvoorsprong, maar wij hebben ze al geklopt. Niet in december, maar nu in het voorjaar. Maar tegelijkertijd hebben ze wel die bekerfinale verloren. Boudewijn, je hebt het ook meegemaakt. Ja. Wat betekent dat dan voor een team en voor het vertrouwen? Nou, dat gaat uiteraard ook weer twee kanten op. Ik ben het helemaal eens met Peter. Ze hebben zich niet in de kaart laten kijken op een gegeven moment in die competitie. Daarna in de FA Cup finale of halve finale. Hebben ze dat wel gedaan. En ik ben het eens dat het natuurlijk prettig is voor Chelsea dat ze al in het reguliere seizoen van City hebben weten te winnen. Stel, je hebt al drie keer verloren, dan zeg je, moeten we ook nog de finale tegen hun? Zullen we hem weer verliezen? Dus dat werkt in het voordeel. Dat je die finale verliest, dat kan ook twee kanten op gaan. Want je kunt zeggen, oké, we hebben al een finale verloren, we zullen er toch niet weer in verliezen. Of je hebt een finale verloren en je hebt die ervaring meegenomen, waardoor je nou net deze finale ook niet aan je voorbij wil laten gaan. Dus uiteindelijk zal dat pas na de wedstrijd, kunnen we daar iets zinnigs over zeggen. Wat ook natuurlijk geldt is, het is een one-off, hè. Het is gewoon maar één wedstrijd, alles kan gebeuren. Een finale staat op zich, soms is het hetzelfde als een derby. Als je hebt in Spanje Barça-Madrid, terwijl de een of de ander een straatlengte voor staat, het zegt helemaal niks in zo'n finale. Je hebt altijd twee verhalen in zo'n wedstrijd. Is natuurlijk wat er gebeurt. Kom je heel vroeg met een rode kaart, heb je heel snel een doelpunt. Dat zijn allemaal verhalen in de wedstrijd die iets kunnen betekenen. Het balbezit voor de een of de ander is ook een verhaal wat je kunt zeggen, oké, we hebben het betere van het spel, maar uiteindelijk verlies je toch. Dus aan het eind van de rit zul je het alleen maar hebben over het resultaat. Dus het is wel interessant om te zien uiteindelijk wat deze wedstrijd gaat brengen. Waar we het eerder over gehad hebben, Gaat City toch open spelen? Of gaat City zeggen van nee, we laten Chelsea maar eens een keer komen. Kijken hoe ze daarmee kunnen omgaan. Al met al zal het toch heel interessant worden hoe beide teams dit aanvechten. Mede ook, we hadden het erover gehad, Guardiola heeft al zoveel finales gespeeld. Maar goed, volgens mij niet zo lang geleden stond Tuchel ook in een finale. En niet zo lang geleden had Tuchel met Paris Saint-Germain ook alles in handen om het te gaan doen. Het zou zomaar kunnen dat Tuchel nu met Chelsea het wel flikt, terwijl dat niet gelukt was bij Paris Saint-Germain. Of is het toch Guardiola die uiteindelijk na zoveel jaren wachten voor City die ene prijs weet te winnen die ze al zo lang begeren?
Het viel mij op hoe Tuchel eigenlijk in de Engelstalige krant al meteen werd aangepakt na die verloren FA Cup Final. Toch. Voor de keuzes die hij had gemaakt. Dat ging zelfs over Kepa in doel. Okay, dat was de reguliere doelman in de bekercompetitie. Want die was net iets te klein. En daarom was Mendy, die groter was, had ongetwijfeld die bal van Tielemans kunnen pakken. De keuze voor Alonso op de linkerkant. En ineens leek Tuchel weer de oude Tuchel. Ik parafraseer de Engelse media voor alle duidelijkheid. Die toch een voorzichtige coach is, die niet durft aanvallen. Die Alonso op de linker wingback had gezet. Terwijl de offensievere Chilwell dan inkwam. Te laat gewisseld. Verkeerde keuzes gemaakt. Dus ja, ineens werd Tuchel eraan herinnerd dat hij toch vooral ook een aantal finales verloren had. Enzovoort. Ja. Dus hoe dat na één wedstrijd draaide, terwijl Tuchel zei vooraf al, ik ben niet gehaald om de FA Cup te winnen, ik ben gehaald om de top 4 te halen. Wat hij dan uiteindelijk ook heeft gedaan, met een klein beetje meeval nog aan het einde. Maar ik wil zeggen, hij zal wel met argusogen worden bekeken, want er werd al gezegd, het zou zomaar kunnen dat Tuchel al dat goede werk, dat stond daar dus echt. Weggooit op een paar. Ja, en dat is, dat is niet in de tabloids, want die lees ik niet. Dat zijn dus de ernstige kranten. Dat hij dat in één week of in anderhalve week weggooit. Ongelooflijk. Ja, voor hetzelfde geld was die top 4 niet gehaald, Boudewijn. Voor hetzelfde geld. Ja, ze verliezen wel op. Ongelooflijk verhaal, ja. Dat lag heel dicht bij elkaar. En natuurlijk kwam Chelsea van ver. Ik heb het zelf meegemaakt. Toen ik als assistent met Benitez binnenkwam bij Chelsea, was ook in oktober. Toen was net Di Matteo ontslagen, die het jaar ervoor de Champions League gewonnen had. Dus we hebben het nu over 2012 of 2013. 2012 volgens mij. Het seizoen 2012-2013. Ja. En vervolgens was ook de eerste taak bij Chelsea was gewoon top 4. Want we stonden volgens mij zevende. En de FA Cup, ze wilden liever van bovenaf. Ze wilden liever dat je de FA Cup verloor, als je maar alles zette op de competitie. En de Europa League winnen? Nee, liever niet. Want hoe eerder we eruit zijn, hoe meer we ons kunnen concentreren op die top 4. Want ze moesten zich kwalificeren voor de Champions League. Zo gaat het vaak in Engeland. Daarom is dat ticket voor de Champions League, als je de Europa League wint, natuurlijk wel. Dus uiteindelijk werden wij derde en we verloren de halve finale FA Cup. En we wonnen de Europa League. Alleen, daarom snap ik wel waar Tuchel vandaan komt. Hij zegt, ik moet gewoon zorgen dat ik in die top 4 zit. Want dan zijn we verzekerd van die Champions League. Maar al het andere wat je kunt winnen, wil je gewoon winnen. Hoe verder je komt, hoe dichter dat je bij zo'n prijs komt. Dus dat ze uiteindelijk die FA Cup finale laten liggen, tuurlijk doet dat pijn. En die Champions League finale, tuurlijk wil je die. En eigenlijk moet je die winnen als je zover bent. En je ziet dus ook bij Chelsea, ondanks het feit dat die inmiddels, ja, laten we zo zeggen, de doelstelling bereikt heeft van wat hij had moeten doen, dat dadelijk als hij de finale verliest, ja, dan wordt het toch dadelijk een naam van iemand die finales verliest. Net zoals Emery, die voor de vierde keer de Europa League wint. Ja, dan krijg je ook een naam. Ja, en het was wel opmerkelijk, moet ik zeggen, het verschil in aanpak. Dus dat bevestigde een beetje de kritiek die er was. Het verschil in aanpak, in manier van spelen, in energie die Chelsea stak in de FA Cup wedstrijd tegen Leicester en een paar dagen later in die Premier League wedstrijd. Want dat was toch de finale een beetje behoedzaam. Maar oké, ik vind normaal wint Chelsea die wedstrijd ook altijd, maar goed. Maar in de Premier League wedstrijd tegen Leicester waren ze, laten we zeggen, 70 minuten ongelooflijk baas. Energie, tempo, aanvalslust en Leicester werd gewoon van de mat gespeeld. Dus dat kunnen ze ook. Dus dat waren dan toch twee verschillende mindsets, minstens zou je kunnen zeggen. Met andere keuzes die je had gemaakt. Het zal toch met die laatste mindset zijn dat ze aan de finale zullen beginnen, jongens. Zeker van. Ik vraag nog even een pronostiekje voor jullie allebei. Met één detail dat jullie misschien moeten weten. De laatste 8 Champions League finales gewonnen, Peter en Boudewijn, door de ploeg die de openingsgoal heeft gemaakt. Dus dat is van 2014 de finale die jij daarnet al aanhaalde, geleden dat omgekeerd was. Godin die toen de openingsgoal maakte. Wat denken jullie? Wie gaat het halen? Wat is jullie pronostiek? Boudewijn, laat ik met jou beginnen. Nou, ik denk na 90 minuten 1-1. En uiteindelijk in de verlenging wint City. Na strafschoppen of na verlenging? Nee, 2-1. Na verlenging. Ik wil in de verlenging nog een goaltje zien. Oké. Peter, wat denk jij? Ik vermoed dat je hetzelfde scenario een beetje vreest. Niet al te veel doelpunten. Spannend. Ja, al moet ik mezelf, kan ook interessant zijn. Al bij wat ik daar straks zei, dat Chelsea ondertussen toch iets moeilijker de nul kan houden. Dat geldt eigenlijk ook voor City. Weliswaar altijd met een experimenteel elftal. Want ook 8 doelpunten tegen in zijn laatste 3 wedstrijden. Dus wie weet krijgen we een gigantische doelpuntenfestival. Ja. Ik geloof er niet in. Dus, laten we dat hopen. In elk geval geen finale zoals die van in de Europa League. Want
behalve op de strafschoppen na was daar weinig aan te beleven. Maar ik denk toch ook dat het uiteindelijk City zal zijn. Guardiola gaat zich niet meer verrassen. Maar nou, nog een keer, mocht het Chelsea zijn, en dan ben ik niet verbaasd. En is het met veel sympathie, want ze hebben nog eens, ze zijn het frisse geluid van deze Champions League. Ja. Maar ik denk toch 3-1 binnen de 90 minuten. Kijk eens aan. En de twee doelpunten van Kevin De Bruyne. Dat zou mooi zijn. Boudewijn, waar drie, een hat-trick. Een hat-trick. Waarom geen hat-trick? Nog mooier. Waar ga jij de finale volgen, Boudewijn? Ben je al met vakantie nu? Ik heb vakantie, maar ik ben gewoon thuis. Niet naar de zon? Nee, zit er helaas niet in. De kinderen gaan gewoon netjes naar school zoals het hoort. En ze hebben dit jaar door corona al genoeg gemist. Dus om ze nu twee weekjes uit school te halen, leek me geen goed plan. Nee. Dus wij blijven in de buurt. En hoe is het bij PSV afgelopen? Tweede plaats voor onder de Champions League. We hopen jullie ook nog eens terug te zien op het kampioenenbal in de groepsfase. We hebben zitten huilen gisteravond. Ik zal uitleggen waarom. Als Man United gewonnen had, dan hadden we één ronde minder gespeeld in de play-off. Dus wij beginnen nu volgend jaar in de Q2 van de Champions League. En, dat is al eind juli dan? Jazeker. En dat als United gewonnen had, dan zaten we in de Q3. Dus we hebben een extra ronde aan onze broek gekregen. Dus volgens mij beginnen wij 25 juni alweer met trainen. Dus de jongens hebben nu even vrij. Dus we zijn wel tweede geworden, dus dat was op zich nog wel netjes. Ajax was gewoon te goed dit jaar en wij gaan het volgend jaar wederom proberen. Ja, Racing Genk heeft hetzelfde voor. Hè. Die, maar die beginnen één ronde later. Ja, dus maar die hebben waarschijnlijk ook zwaardere tegenstanders, omdat Man United gewonnen heeft. Inderdaad, dus de tegenstanders allemaal kan ik niet meer van buiten opsommen. Maar in elk geval, het is een zwaardere brok. Maar hoe je het ook draait of keert voor een niet-kampioen uit België lastig. En ook Nederland, denk ik, is het sowieso lastig om erin te gaan. Nou, er is nog iets anders wat meespeelt. En daar hebben wij natuurlijk wel het last van. Is dat als je de Q2 verliest, dan heb je geen vangnet. Dan verlies je de Q3, dan heb je je vangnet naar de Europa League. Dus dat is wel heel vreemd. Maar Ajax heeft het een paar jaar geleden ook gedaan. Hè? Boudewijn vanaf de tweede of was het zelfs de eerste kwalificatieronde toch de groepsfase gehaald en meer dan dat. Ik heb er ook wel vertrouwen in. Ik zeg alleen dat we dus iets eerder aan de bak moeten. En het is in Simferopol is het goed weer eind juli. Het zal heel goed zijn, hoop ik. Nee, we gaan het volgen, Boudewijn. En als het niet lukt, dan mogen we je gewoon terug uitnodigen in de studio voor onze Multilive. Goed? Oh, maar dat mag sowieso. Oké. Boudewijn, dankjewel voor je tijd en voor je analyse. Geniet van de wedstrijd zaterdag. Hetzelfde geldt voor jou, Peter. Vanuit het stadion, wanneer vertrek je? Ik kan niet wachten. Wanneer vertrek je? Ik zou nu al naar de luchthaven kunnen rijden, maar zaterdag. Dat is te vroeg. Zaterdag. En die COVID-test is negatief? Die is vanmorgen afgelegd, dus ik hoop het. Maar ik ben al half gevaccineerd, dus ik heb een goede moed op. Nou, kijk, veel plezier daar in Portugal samen met Gert Vrij. Voor de televisiekijker die het gaat volgen, vanaf 7:45 zaterdag blikken we vooruit op die Champions League finale Man City tegen Chelsea. Tot dan. En Meunier kan trappen naar binnen. En Coutinho. Het zijn er 8. Dat is niet normaal. Het zijn er 8. Met de schaat en met de knalt. Knap van Lukaku, dat blijft hij rustig. Lukaku gaat 1-2 binnen knallen. Oh, het is gebeurd. Het mirakel is geschied.